Goed mensen, ik ben Sam en welkom bij dag 6 van deze PM Survival. Vorige episode zei ik natuurlijk, jullie kunnen een invite winnen. En ik heb een winnaar uitgekozen. Elke zesde episode ga ik dus echt een winnaar uitkiezen. En de winnaar van deze PM Server Invite is geworden Mace1900. Mace, als jij dit luistert, als jij dit hoort, check je berichtjes. Je hebt gewonnen, hè? Hè, Sjaak? Ik heb hem een naam gegeten, hij heeft nu echt Sjaak. En ik zag, als het goed is, toen ik hier begon, ik dacht van fuck it, zag ik daar al koeien. Dus die ga ik meteen even halen. Daar ben ik blij mee. Jongens, vergeet natuurlijk niet, elke vijfde van deze series. Oh, wauw, nog meer. 3 koeien. Of 2 bedoel ik, sorry. Oh nee, wel 3. Wauw, lucky me. Zijn het er nog meer? Nee, chill, 3 koeien right here. Vergeet natuurlijk niet al die series te liken, want we geven gewoon echt veel invites weer. Elke vijfde van de episode kunnen jullie natuurlijk een invite winnen. Dus de volgende is natuurlijk nummer 10, dan 15, dan 20. En elke episode daarna zet ik jullie gewoon in de titel zoals Mace nu staat. En dat is gewoon hartstikke gaaf. Jullie kunnen gewoon invites winnen, heel easy. Kijk, dan doe ik deze open, here we go. Kom op koeien, come on, come in. Come on, come on. Kom op, kom op jongens. Kom op. Ja? Nu misschien? Kom maar. Kom maar. Sjaak wilt wel en jullie willen allemaal niet? Vreselijk. Maar jongens, laat die likes natuurlijk komen. Dat is natuurlijk hartstikke goed. Want wellicht ga ik gewoon mensen inviten die gewoon heel erg actief zijn op mijn kanaal bijvoorbeeld. Die natuurlijk zegt van... Waarom bukken die koeien? Ik wou net zeggen, ja. Kom. Anders loopt Sjaak nu ook al weg. God damn it. En we gaan ze kindjes maken, maar dan moeten jullie eerst in het huis. There you go. There you go. Come on. Come on. Zo, die gaat met die. En Sjaak gaat met die. Zo, there you go. Blokkeren we dit snel af. Deur dicht. There we go. Kijk, kleine koetjes. Kleine koetjes. Yeah. Ik ga meteen even de onderkant doen. En dan ga ik even gezellig met jullie chatten. Want, wat gaat er allemaal gebeuren in deze server? Vragen jullie waarschijnlijk wel allemaal af. Zo van, oh. Stelen uit de shop is niet toegestaan. Ban voor 3 dagen. Bam, right there. Ik wou het ook net hebben inderdaad over de bans. We bannen best wel veel mensen die grieven, die bijvoorbeeld stelen. Die mensen irriteren bijvoorbeeld, die schelden ook op de server. En mensen zeggen van, deze server is niet leuk omdat het heel streng is. Nou, dan wil ik één ding zeggen van, deze server is leuk omdat er amper gegrieved wordt. Dat is mijn argument ertegen. Want zodra er weer veel wordt gegrieved en wij doen er niks aan, wordt de server minder leuk. En daarvoor moeten wij strenger zijn. En dat begrijpt iedereen wel. Want er zitten echt zoveel spelers op. Kijk, het is nu 11 uur op een vrijdag. En heel veel mensen zijn nogal online. Dat is echt gek. Maar de server is gewoon leuk omdat er gewoon veel wordt gedaan. Ik heb laatst een build battle opgenomen. We gaan aanstaande zondag gaan we racen. Dat komt trouwens ook allemaal op YouTube. Dus dat is gewoon hartstikke leuk. En er komen meer van die evenementen aan. Er komt een heel grote PvP-map en dergelijke aan. En dat gaat juist deze server zo uniek maken. En dat komt ook allemaal op YouTube. Ik ga waarschijnlijk binnenkort ook met andere mensen opnemen die voor hun YouTube-kanaal. Als ik tijd over heb, dan ga ik gewoon met die mensen die in de server zitten, ga ik bijvoorbeeld zeggen van... Hey, weet je, één videootje samen opnemen. Sure, dat vind ik niet erg. Kom maar op. En allemaal van die leuke dingen. Heel veel interactie met onze fans wordt op deze server. En dat maakt deze server zo leuk. En ik hoop dat jullie het natuurlijk ook leuk vinden. En je kan het inderdaad dus gewoon kopen. En je kan het ook een invite winnen. Die invites gaan we waarschijnlijk wellicht een aparte rank maken. Dat je een speciale rank of een naam voor je... Of hoe heet het? Rank voor je naam hebt. Dat is altijd wel vet. Shit, lopen de koeien nou weg? Wat is dit dan? Dun dun. Dun dun. Dun 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 dun. Dun. Yo. Misschien heeft hij wel wat om te handelen. Kom eens verder. Wat voor items heb je? Misschien handelen. Misschien kunnen we wel handelen. Misschien heeft hij wel wat hout. Misschien. We kunnen het eigenlijk zien. Inf. See. Okay, we kunnen gewoon kijken wat hij heeft. Hij heeft een mooie zwaard. Cocoa beans. Ik zou graag wat cacao beans willen. Dan moeten we wel naar de jungle binnenkort reizen, want dan kan ik die dingen plaatsen. Dan ga ik wat voor 10 iron. Alsjeblieft. Dan heb ik gewoon 10 iron. En dan krijg ik cocoa beans. Ik heb er 2, maar in huis heb ik er veel.
2 is genoeg. En dan geef ik 2, want ik zit hier natuurlijk in een eiland en ik kan moeilijk aan de jungle ding komen. Here you go. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. There you go. Thanks. Oké, dan kan ik weer verder. Nice. Chill, ik heb 2 kokerbinnen, want ik zit hier natuurlijk niet op een ding. En ik kan het natuurlijk niet plaatsen, dus moet ik binnenkort... binnenkort moet ik dan wat jungle wood halen. Of ruilen met iemand wellicht. Want ik mag nog niet van de eiland af. Mag gewoon nog niet. Hij wil nog wat cobblestone. Nee, we hebben geen cobblestone. Dus dat gaan we meteen even hakken. Dus dan ben ik van plan om even naar beneden te gaan. Gaan we even in een cave. Een caveje ronddwazen. Vind ik wel een goed idee. Oh, shit. Dat gaan we wel gewoon doen. We gaan gewoon lekker in een cave ronddwazen waar we eerst waren. Handelen kan natuurlijk in deze server. Dat is natuurlijk ook gewoon hartstikke leuk. Gewoon, hey, je hebt cocoa beans. Ik kan natuurlijk in inventories kijken. Yes. Maar dat is gewoon natuurlijk hartstikke leuk. Even kijken. Wat gaan we hier vinden? Ik zou wel weer wat iron vinden. Dat zou ook wel fijn, zijn. Omdat ik natuurlijk net heb geruild en ik heb nog maar 6 iron over. Wow, hier kan je helemaal naar beneden vallen. Deze cave is trouwens best wel groot. Oh, het loopt altijd dood. Waarschijnlijk niet. Oh ja, en trouwens voor de mensen die vragen. Ik heb hier heet het Strength. Dat is een bug in de server voor de admins. En Wart was niet even online, dus ik kon het ook niet fixen. En we wisten ook niet echt wat het was. Dus ik loop hier nu heet het rond met Strength. Dus die stomme particles zie je de hele tijd. Heel irritant, maar we kunnen er niks aan doen. Easy as that. We kunnen er niks aan doen, maar ja. Ik kan dit altijd zes gooien. Wauw, en ik ben nu wel echt helemaal beneden. Echt oppassen. Redstone, chill, dips. Dips, 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 dips op de redstone. En het water is irritant. Ja, yeah, we gaan zingen voortaan, guys. Zo. There we go. Ah, chill, pak dat redstone. Redstone geeft me veel XP. Dan ben ik al level 16 nu, 17. There we go. Oké, okay. We kunnen over het lava... Oeh, goud! Goud, goud, goud. Fijn. Gold blocks. Perfecte handelsmethode. Hier nog meer. Dan nog meer goud. Wow, guys. I hit the jackpot right here. Redstone kan je mooie redstone blocks maken. En ik wil ook later een redstone piston deur maken. Alleen daar ben ik helemaal niet goed in. Maar dat gaan we wel gewoon doen. Dat is gewoon hartstikke leuk. Oké, dit oor gebeuren even pakken. Dat lukt nice. Zo. There we go. Hoeveel hebben we nu? 8 gold ore. Chill. Ik zit te twijfelen of ik hier tegenover moet reizen. Maar ik ga het gewoon doen. Maar als het goed zit hieronder ook allemaal lava. Nee, valt mee. Valt mee. En ik zie er ook kool, dus dat ga ik ook even pakken. Dus hoe meer resources, hoe beter. En ik moet naar huis natuurlijk afmaken. Maar ja, je hebt natuurlijk wel eerst resources. Wow. Oké, dit is best wel eng naast dat lava. Zit hier iemand naast, hè? Zit hier iemand naast? I can hear you, but I can't see you. Go away, please. Go away. Me no like you. There we go. Oké. Pakken we even wat cobblestone hier. En dan gooien we mijn dirt weg. GG. En ja, dat is cool. Pak ik maar niet. Want ik vind het gewoon te gevaarlijk. Dit armen wel. Maar jongens. Natuurlijk, om die invites te winnen. Go ahead. Like alle video's. Want ik ga ook gewoon bij de PM server toe. Geef ik ook gewoon invites weg, hè. Shit, ik heb geen toortjes meer. Had hij een Enderman? Nee. Dus ik moet dat coal wel pakken. Ik geef heel veel invites weg. Ook bij de server toe geef ik invites weg. We gaan binnenkort via Twitter gaan we ook Build Battle doen. Zoals jullie al hebben gezien. En daarmee kan je dus ook een invite winnen. Dan whitelist ik gewoon 4 mensen bijvoorbeeld. En die strijden dan voor een invite bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk ook hartstikke leuk. En dat gaan we allemaal doen. Dus het is echt gewoon heel veel interactie met onze fans. En het een hele gezellige boel. Kijk, dan heb ik weer torches. Dus wie zou nou niet op de server willen? Ik klim even hier omhoog. Zo. En ik zie daar wel een spinnen spawnen misschien. Want dat zou heel fijn zijn als ik die heb. Dan kan ik gewoon een spawner maken. Oh god. Oké, ik hoor wel een spin. Ik zie hem nog niet waar die is. Dat maakt niet uit. Dan kunnen we gewoon verder. Als ik nou een chest zou vinden. Dat zou ik helemaal tof vinden. Een chest met een enchantment erop. Of een zadel. Want binnenkort kan je op paarden rijden. Hoe gek zal dat zijn? Zoals ik nu op paarden kan rijden. Oh, lava. There we go. What coal?
Zo. Er zit echt trouwens heel veel lava. Maar dat vind ik natuurlijk niet erg, want als ik een lavagracht of zo wil maken. Oh jeez. Oh jeez. Dan kan ik dat gewoon. Oké, alles staat hier in de fik. Ik wil hier zo snel mogelijk eigenlijk weg, want het is een beetje gevaarlijk om hier rond te lopen. Als dit loopt dit. Oh shit, het loopt dood. Fuck, moet ik weer door het lava heen. Through the lava. Ik zie daar gold. Pak ik even. Gold is handig. Ik kan even goed behandelen, dus ik moet binnenkort. Ga ik even vragen of iemand van jungle saplings. Dan zou ik graag 4 jungle saplings weer. Dat is een spanner. Nee, dat is een spin. Shit, 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 shit. Plaats een torch. Shit, 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 shit. Waar is hij? Waar is hij? Oh god, oh god, oh god, oh god, oh god. Oh, dit water. Ik zag echt helemaal niks eronder. Waar is die spin? Oh jeez, hij is boven. Shit, deze dingen kunnen me potionen. Dit is niet nice. Die. You know, kill me. Oh god, jongens, zit hier in een cave. Maar hierbij eindigen we ook de episode. Ik zou zeggen, geef een groen duimpje. Voeg natuurlijk aan favoriet. En klik natuurlijk op het abonneerknopje hieronder. En hoor jij bij de PR Marby, jongens. Hashtag PR Marby. En ik zeg, have a good night. Waar de fuck zit die spinnen? Ik word hier een beetje bang. Jongens, peace.